Sing Song, de film over een 16-jarig Surinaams-Nederlands meisje dat meer wil weten over haar identiteit, gaat morgen in première. In dat kader heeft Submarine, producent van de film, een persconferentie gehouden. Ze is daarbij ondersteund door The Backlot als medeproducent van de film. Zowel de producenten als de hoofdacteurs zijn zeer positief over de film. Fiona van Heemstra, schrijfster van het verhaal, zegt dat ze is geïnspireerd door iemand die ze een paar jaar geleden heeft ontmoet in Nederland. Volgens haar is het thema van de film heel universeel. Ik maakte een reportage over een gestie die net uit Suriname naar... Het was eigenlijk omgekeerd. Die was net uit Suriname naar Nederland gekomen. En ik zag haar best wel worstelen met haar identiteit. En hoe ze zich in Nederland moest redden tussen in de Nederlandse cultuur. En zij kon heel mooi zingen. En ik filmde haar in haar kamer. En die was helemaal paars. En dan zong ze in haar haarborstel. En toen dacht ik, en toen ze daar stond te zingen, dacht ik, oh, jij gaat het wel redden. Ik vond haar heel moedig en heel... Heel leuk meisje en ik dacht, over jou wil ik wel schrijven. Over een meisje die zichzelf naar de identiteit zoekt en met heel veel moed. En dat inspireerde mij zo. En zij maakte mij ook heel nieuwsgierig naar Suriname. Omdat ik haar zo leuk en anders vond dan de meisjes van 13 of 14 die ik in Nederland ken. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij, de SLM, is een van de sponsoren van deze film. Volgens Andy Vliessen is het geen moeilijk besluit geweest om te sponsoren. We hebben eigenlijk gelijk ja gezegd. We zijn met beide benen erin gesprongen. En na de commentaren van de verschillende grote mediabedrijven in Nederland te hebben gelezen en de exposure die wij hebben gehad als company in die film, dan moet er absoluut niet spelen. Heel veel jonge meisjes vooral krijg ik veel berichten van binnen van... De film inspireert me, ik durf nu ook een beetje te zingen en ik wil ook gaan dansen. En was het leuk in Suriname, ik wil ook gaan. En net als hoe Jasmine in de film na een lange tijd weer naar Suriname gaat, zie ik dat het inspirerend is voor andere jongeren die heel lang niet zijn geweest. En dan zeggen van ja, ik wil ook een keertje, ik ben nog nooit geweest, hoe is het daar? En we krijgen gewoon heel veel leuke reacties. Tot nu toe loop ik over de straat en komen meisjes me gewoon knuffelen of zo van hi, en ik denk hi. En dat was Shorshifa Boomdijk, hoofdrolspeler van de film Sing Song, vandaag op een persconferentie. En daarvoor hoorde u Andy Vliessen van de SLM. De film gaat morgen in première in TBL Cinemas.